En wat fijn dat u in zo'n grote getale bent, hier naartoe bent gekomen. Namens het CPN heet ik u dan ook van harte welkom. En vandaag is de dag van de mantelzorg met als thema Nu Even Niet. Dat Nu Even Niet gevoel dat bij u als mantelzorgers ongetwijfeld wel eens naar boven zal komen. Er wordt al zoveel van u gevraagd. En af en toe heeft een ieder behoefte aan een tijd voor zichzelf. Dat eist mij nu een titel op die bij niet past, maar jullie wel. Dan denk ik dat jullie als mantelzorgers het een stukje beter vol kunnen houden. En ook een stukje meer begrip krijgen van iedereen om je heen. Nou, dat heb je op zijn minst wel verdiend. Ondanks dat het een mooie en dankbare taak is. Dat je graag voor degene om je heen zorgt. Maar is het ook fijn dat je dat kleine stukje erkenning krijgt. En af en toe ook eens even wat ontlast wordt. Nou, dat proberen wij nu vandaag te doen. Door jullie wat leuks aan te bieden. En dan denk ik stiekem ook wel eens van, vinden jullie het leuk? En jullie gelukkig wel, jullie hebben aangemeld. Of denken jullie, oh jee, weer een dag met het slonderingen. Nou, gelukkig niet, jullie zijn hier allemaal gekomen. Er zijn ook mensen die niet zijn gekomen, omdat ze er misschien niet bij kunnen hebben. Maar vandaag proberen jullie deze ontzettend leuke dag aan te bieden. Misschien ook om elkaar wat te leren kennen, elkaar wat te helpen. Dus met elkaar ervaringen uit te wisselen. En, maar ook om gewoon even de zinnen te verzetten en met heel iets anders bezig te zijn. Ik wens jullie een hele fijne dag. Geniet ervan. En ik wil jullie vooral meegeven, let goed op jezelf. Vanmiddag gaan we een taartje maken. Een bavoir taartje. Oeh, lekker. Een bavoir. Dag van de mantelzorg en daar heb ik een gesprek over met Hanny Berends. Hanny, wat is een mantelzorg? Mantelzorg, dat is zorg die iemand geeft aan een persoon die, dat kan een familielid zijn, dat kan een buurman zijn. Maar het is zorg die je vrijwillig geeft, maar die wel ingegeven is door, niet door dat je vrijwilligerswerk wilt gaan doen, maar doordat het gewoon, ja, soms gewoon tot jou gekomen is. Je moeder wordt hulpbehoevend. Je ziet dat je buurman zichzelf niet meer kan redden. En dan ga je daar mantelzorg aan verlenen. Maar het is niet iets wat onder de noemer vrijwilligerswerk kan vallen. Omdat het je eigenlijk min of meer... nou, opgedrongen is een groot woord, maar het komt tot je. Hoeveel mantelzorgers heb je hier in Meppel en Nijenveen? Nou, het CPM heeft een adressenbestand van ongeveer 250 adressen... van mensen die dus mantelzorger zijn. Niet al die 250 mensen bezoeken onze activiteiten, maar er zijn dus 250. Dat is wel minder dan het landelijk gemiddelde, maar het is soms moeilijk om mensen te bereiken. Mensen voelen zich ook niet altijd mantelzorger. Wat voor activiteiten doe je nog meer, behalve dan we zullen naar deze middag? Nou, het CPM van Meppel bestaat uit 6 bestuursleden en wij organiseren informatieavonden. We hebben bijvoorbeeld in maart een avond gehad met de mantelzorgmakelaar die wat vertelde. We hebben in juni een avond gehad waarbij iemand van het hospice Ezingen iets kwam vertellen. En we hebben gezellige uitjes. In juni hebben we bijvoorbeeld een boottocht gehad over de weerribben. En we hebben deze dag gehad bij Amoreus in het kader van de Landelijke Dag voor de Mantelzorg. Wat heb je vandaag gedaan hier? We hebben taarten gemaakt, geversierd en chocolade gemaakt.
Wat is het volgende activiteit die je gaat doen? Dat zal waarschijnlijk de nieuwjaarsreceptie zijn in januari. En we hebben eind deze maand weer een vergadering met de 6 bestuursleden van het CPM. En dan gaan we het programma voor het komende jaar bekijken wat we gaan doen, in welke maand en wat we dan gaan doen. Als mensen interesse hebben voor mantelzorg, waar kunnen ze terecht? Dan kunnen ze kijken op de website van het CPM, contact.mantelzorg.meppel. We hebben een eigen website. Er liggen her en der in Meppel verspreid liggen er folders. En u kunt uiteraard bij het WMO-loket van de gemeente Meppel terecht. Hanny, bedankt voor dit interview. Graag gedaan.